Tijdens de volksreceptie in Mungo stond het staatshoofd Desiree Bouterse stil bij de overdracht van de Afubaka stuwdam. De president zegt dat dit een historisch moment zal zijn voor onze natie wanneer de stuwdam in december in de boezem komt van het land. Terwijl Suriname de Alcoa $100 miljoen moet betalen aan achterstallige betalingen, legt president Bouterse uit dat de overdracht van de stuwdam een jaarlijkse besparing zal zijn van bruto $72 miljoen. Uiteraard wanneer je het andere kostenaspect erbij haalt, onderhoud, service en dergelijke lonen, dan zit je tussen de 55 en ruim 60 miljoen. En hiermee zal Suriname een belangrijke stap hebben gezet bij het zelf beheren van onze energiebron en kunnen wij samen verder bouwen aan een nieuw Suriname voor onszelf als volk, voor onze huidige generatie en voor de komende generaties. De president gaf ook een korte uiteenzetting over het buitenlands beleid. Hij haalde aan dat diplomatieke relaties en het verder uitdiepen van de banden in lijn staan met de verdere ontwikkeling van ons land. Zo verwees hij naar zijn reis richting China. Volgens het staatshoofd brengt hij op uitnodiging van de Chinese president Xi Jinping een bezoek aan dat land. Op het hoogste niveau zal ik met president Xi Jinping en andere hooggeplaatsten de wederzijdse ontwikkeling van onze landen en volkeren bespreken en verdere afspraken maken. De Volksrepubliek China staat al vanaf onze onafhankelijkheid open voor respectvolle samenwerking met ons land als volk. Onze banden zijn in wederzijds voordeel gehecht en sociaal-economisch. Thans, hoogontwikkelde China biedt ons veel kansen tot authentieke ontwikkeling.